Louis, ik ben in de labo en ik maak een klein test van uw nieuwe lampen. Ik zal de lampen, denk ik, morgen verzenden. Luister, ik heb mijn lampen. De 6 lampen zijn met een blauwe punt. En nu 6 lampen zijn nu binnen de set met een rode. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Uw lampen zijn met een rode punt. Waarom? Dat is nieuwe lampen, maar van zeer oude stok. En ik had zeer slechte ervaring, want nieuwe, soms zijn er lampen die defect zijn. En u moet altijd de lampen met de set testen. Voor die ook voor de zender. Dat is belangrijk. Ik heb die Amerikaanse tester voor de lampen en soms krijg ik een goede beslag en zeg ja, de lamp is goed en in feite in de set het weg niet. Dus dat is een van de redenen waarom ik daar de test gedaan voor u. En ik had op de tafel een 620 die bijna klaar is voor een klant. Hij wacht het voor een paar weken. En het is bijna klaar. Er waren een paar dingen die defecten worden. En kijk, misschien kent u. U weet dat in de BEC 620 is hier een batterij hier. Een witte batterij. Die natuurlijk niet meer beschikbaar is. En met mijn vriend. Ik heb een vriend met wie ik werk veel voor voeding. En men heeft een voeding ontwikkelen daar, een design met de originele fiche. En hier is een plus 1,5 volt. Die wordt hier gelassen. En het werkt perfect, hè. En dat is origineel, want u kan alleen daar die batterij en het komt hier in de kleine kast. Doet het werk wel. Het is ook beschikbaar, hè. Dus, en zonder deze voeding kunt u die set niet gebruiken. U weet het, hè. Voor die calibratie. Oké. We gaan een test maken. Eerst misschien de zender van. We gaan de zender van de 620 gebruiken. Hier heb ik een andere set. Hallo, 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 test 1212. Nu gaan we de set. Hier is een versterker, dus ik gebruik de zender van die andere. Hallo, hadi, hadi, 1212, dit is een test. Het werkt perfect, hè? Dus de set werkt perfect op een frequentie, hier frequentie A. En dus de lampen zijn goed, hè? De lampen zijn goed. Nog een keer de zender hier van de BC. Hallo, 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 hallo. Het werkt perfect, hè? De modulatie is zeer goed, hè? Hallo, hallo. Ja, de set is zeer, zeer. Is in orde en het werkt perfect, hè. Het werkt perfect. Van 44, dat is niet slecht, hè. Oké, Louis, ik zal die lampen verzenden, hè.